Marco Borsato had donderdagavond de eer om als eerste in Nederland een swipe-bericht te twitteren met de nieuwe smartphone Galaxy S. Hij deed dat tijdens de introductie van de nieuwe telefoon in een bomvolle Club Air in Amsterdam. Ja, ik ben een gadgetfreak, hè, dus wat dat betreft hou ik van de latest van de latest. En dat swipen, dat is wel iets heel aparts. Ik hou van telefoons met een prachtig scherm en ik bedoel, hij is groot, je kunt ermee twitteren, nou, dat vind ik ook niet onbelangrijk. Dus vanavond ben je druk? Ik ben heel druk. Ik ben echt heel druk. De nieuwe smartphone heeft natuurlijk nog meer nieuwe geavanceerde snufjes. Allereerst zit er een heel vernieuwend Super AMOLED scherm op van maar liefst 4 inch groot. Die zelfs in de meest moeilijke omstandigheden onder direct zonlicht een fantastisch beeld geeft. Wij zeggen zelf, hij geeft een 5 keer betere beeldkwaliteit dan een normale reguliere telefoonscherm. Naast dat fantastische scherm die hem ook nog een keer super dun maakt, hebben we de allernieuwste navigatie van Google Maps er standaard op zitten. Dus deur-tot-deur navigatie. En het echt revolutionaire wat we met de Galaxy S brengen is Swipe. Dat is een nieuwe manier van tekstinput. Die ervoor zorgt dat je niet meer letters afzonderlijk hoeft in te tikken, maar dat je over de letters sleept die samen het woord vormen. Ja, het is helemaal de telefoon van nu. Dus je krijgt echt op topkwaliteit, kan je filmpjes downloaden, kan je dingen zien. Je kan, dat zijn allemaal dingen die ik leuk vind, want ik gebruik een telefoon op eigenlijk op de meest verschillende manieren wat er eigenlijk allemaal mee kan. Los van bellen natuurlijk. En dat... Ja, dat vind ik belangrijk en dat kan hiermee. Het is mijn wandelende kantoor ondertussen, de telefoon. En vele heb ik al uitgeprobeerd en zo. En nou vanavond weer een nieuwe dimensie. Nou, hij moet vooral veel bereik hebben. Hij moet het altijd doen. Makkelijk bedienbaar zijn. Ik vind hem prachtig. Nee, hij weegt bijna niks en hij is prachtig mooi groot eigenlijk. Hier kan je ook wel een goede film op kijken, goed op internet in ieder geval. En ik vind het zo leuk dat je die pop-ups hebt, weet je wel? Dat je in één keer kan schrijven en in één keer dat swipen, dat is natuurlijk ook helemaal te gek. Dat hij zo plat is, vind ik heel erg mooi. Dus het is wel een combi van fashionable, vrouwelijk, toch zakelijk en praktisch. De Samsung Galaxy S ligt vanaf nu in de winkels. Dus ik denk na vanavond dat iedereen het gaat hebben over swipen. Maar ik zeg, Twitter nog los.